De protestactie van Maisha Neus, die voor vandaag gepland was, is niet doorgegaan. Dit omdat ze geen vergunning had aangevraagd en dus geen toestemming had om actie te voeren. De actie die Neus vandaag zou voeren was ter ondersteuning van kinderthuizen. Na enkele minuten van protest op het Vlaggenplein heeft de politie een eind gemaakt aan de actie van Neus en de andere actievoerenden. Dus dat is wat het... Heb hart voor het kind. Maar we zijn vandaag hier voor de kinderen. We zijn voor de kinderen. Geef niet. Maar we houden aan de regels. Wij mogen hier zijn. Ik heb een heel goed gesprek met haar al gehad. Klopt. Dus we zijn hoop... niet namens Maisha hier, we zijn voor de kinderen hier. En we ondersteunen Maisha in haar. Wat zegt u? Ik heb een goed gesprek gehad met de heer Binda. Hij heeft me aangegeven dat ik een vergunning moet vragen. Hij heeft me ook geadviseerd om naar de DC te gaan. Ik ben hem dankbaar voor het feit dat hij me heeft opgeroepen en dat hij me dit heeft verteld. Maar ik heb ook aangegeven dat ik het anders zie. Ik heb meerdere keren vergunningen aangevraagd, die zijn afgekeurd. En ik sta nogmaals hier niet voor mezelf. Ik sta ook niet hier om leuzen te gillen naar de president. Ik sta hier voor het belang van de kinderen. Neus heeft de vergunning intussen aangevraagd op het commissariaat Noordoost. De actievoerder legt uit waarom ze alsnog de vergunning heeft aangevraagd. Omdat deze kwestie, aandacht vraagt voor kinderthuizen, geen politieke kwestie is, dat ik dus mijn persoonlijke mening aan de kant zet en een vergunning aanvraag. En als het andere zaken betreft, dan speelt mijn eigen persoonlijke mening weer. Maar dat is nu niet aan de orde. Dus nu willen we een structurele oplossing voor de kinderthuizen en daarom... heb ik een vergunning, nu ga ik indienen. Ik heb begrepen daarnet van de DC dat u ook een gesprek heeft gehad met de DC. Wat is er afgesproken? Hij heeft gezegd dat ik het moet indienen. En dan zal hij het overleggen aan de bijbehorende instanties, veiligheidsdienst, etc. De politie ook weer om manschappen beschikbaar te stellen. En dat hij dan later op de dag mij contact om te zeggen ja of nee. Tot zover Maisha Neus. De actie die ze vandaag had gepland ter ondersteuning van kinderthuizen is gestopt door de politie omdat ze geen vergunning hiervoor had. Neus heeft de vergunning intussen aangevraagd. Of de vergunning verleend zal worden door de districtscommissaris is nog onduidelijk.